17,5 miljoen Nederlanders. Even terug naar de structurele oplossing en trouwens ook naar de tijdelijke. Ik sprak u enige tijd geleden in dit programma. Toen ging het ook over de crisisnoodopvang. En toen zei u, we willen van alles en nog wat doen. Gemeenten willen best bijspringen. Maar ja, als we een locatie hebben, dan hebben we wel een locatie. Maar die moet ingericht worden. Die spullen hebben allemaal vertraging door grondstofproblemen. We hebben mensen nodig, die mensen zijn er niet. En toen stelde u als voorwaarde, we willen het wel doen, maar dan moeten we rijksambtenaren gaan inzetten om te helpen. Nou ja. Lees ik in de brief van de staatssecretaris onder deel 3, liggend streepje uit de crisis komen, op korte termijn tussen haakjes, punt 1. De afspraak over de inzet van rijksambtenaren vervalt. Ja. Waar haalt u de mensen vandaan dan nu? Ja, als u eigenlijk raakt hier het punt aan waar ik zelf nog het meest kritisch ben op het akkoord wat is afgesproken. Kijk, het omvat alle elementen, korte termijn, lange termijn, ook heel acuut de apel. Maar het staat of valt of we genoeg mensen op de arbeidsmarkt kunnen vinden om alle werk te gaan doen. Hè, dat geldt niet alleen voor onze gemeente, maar ook voor de IND. Ja. En de materiële. En dat is inderdaad wel een probleem. Dat is wel een uitdaging. We hebben die afspraak over die rijksambtenaren. Ja, die is gewoon mislukt. Er zijn geloof ik enkele tientallen rijksambtenaren die beschikbaar waren. En dan ook nog vooral in de omgeving van waar ze woonden en werkten. Dus ja. Dat is vooral Den Haag zo. Logisch, dus dat is niet. Maar nu komt er helemaal geen hond meer op daar. Nou ja, wat we wel hebben gemerkt de afgelopen maanden. We hebben natuurlijk nu wel wat meer ervaring opgebouwd. Hè. We hoeven het niet meer. In het begin heb je natuurlijk meer mensen nodig, omdat je ook aan het zoeken bent hoe je het doet. Dus dat doen we wat efficiënter. Ja. En je kunt nog steeds wel wat mensen inhuren. Dus de afspraak die we nu gemaakt hebben, laat ons dat als gemeente veiligheidsregisme zelf regelen. Als je het maar met de centen vergoedt. Nou, dat is geen probleem. Dat meer dan 700 miljoen. Ja. Maar ik ben de eerste om toe te geven, hier zit wel een heel groot deel van de uitdagingen de komende maanden, weken. Dus of alles gehaald gaat worden, is ook maar de vraag. Niet voor niets staat er ook in dat het een zware inspanningsverplichting is, maar geen resultaatverplichting, omdat wij ook hebben gezegd, wij kunnen echt niet garanderen of wij genoeg mensen middelen op korte termijn bij elkaar krijgen om bijvoorbeeld weer die extra crisisnoodopvang waar gesproken over wordt te realiseren. We gaan er wel echt zwaar ons best voor doen. Maar u kunt niet garanderen dat het lukt. Disclaimer. Nee, dit is echt wel een hele zware bedoel. Als in de hele arbeidsmarkt, in de hele economie er grote arbeidstekorten zijn. Ja. Ja, dat zou een beetje raar zijn. En u zou mij als volstrekt ongeloofwaardig neerzetten. En terecht in dit geval. Als ik zou zeggen, gaan we even fixen. Dat gaan we 2 weken regelen. Nee, dat gaat niet zo gebeuren. Dat zal met hort en stoten gaan. En er zullen ook regio's en gemeenten zijn die willen en het toch niet helemaal op tempo kunnen doen. Dus u kunt niet garanderen dat de gemeenten uitvoering kunnen geven aan het asielakkoord? Je kunt niet alles garanderen. Er ligt een zware inspanningsverplichting. En nogmaals, dat is ook bewust afgesproken. En dat snapt ook iedereen. Als je hier verwacht dat je per datum X een hard resultaat hebt, dan gaat het niet. Kijk, een wetsvoorstel, daarvoor kun je afspreken. Je gaat het in ieder geval maken en een omloop brengen. Maar ja, als er op de arbeidsmarkt geen mensen zijn om de opvang te begeleiden, ja, dan houd het op, hè. Dan kun je het niet doen. Overigens, hier zit wel nog veel ruimte, denk ik. Als ik bijvoorbeeld mijn ervaring in mijn eigen regio zie, wij merken nog dat er vaak plaatsen onbenut te blijven, omdat bijvoorbeeld, dan heb je, ik noem eens wat, hè, dan heb je een ruimte, ja, waar 8 mensen kunnen verblijven en dan is er een gezin, ja, met 6 mensen. Ja, dan ga je niet zomaar 2 alleenstaande mannen dan bij zetten. Dus het wat efficiënter nog mensen bij elkaar brengen, zodat je ook die 2 slaapplaatsen kunnen binnen, ja, dat gaan we helpen. Dat gaat niet oplossen, maar dat gaat wel meer helpen. Flexibele vormen van woningen, hè, eisen. Vorige week hoorde ik een gemeente bij mijn regio zeggen, ja, we hebben chalets en ja, daar kunnen echt wel 4 volwassenen in. Ja. Alleen dat mag niet volgens de eisen van het COA, dat mogen er maar 2 zijn. Nou, ja, zullen we die eisen nu eens even loslaten voor de time being? Ja. Dan hebben we dus ook meer plaatsen. Goed. We leven inmiddels op 1 september. De ja.